Jetty Paletti bij de feestweek in Veenendaal in nieuwe kleren. Voilà, nieuwe kleren. Inderdaad, ja, nieuwe kleren betekent een nieuwe single. En dan zullen jullie ongetwijfeld ook de clip erbij krijgen. Die is, als het goed is, weer heel erg leuk geworden. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik weet hoe gezellig het was toen we het maakten. Dus ik hoop dat het daar ook weer uitstraalt. Hè? Geef mij er twee. Ja, wat zou je zeggen? Wat twee? Ja, ik word gekust door een knul van 20. Nou ja, daar wil ik natuurlijk wel twee van. Ik krijg natuurlijk een biertje, daar wil ik er ook wel twee van. Gewoon lekker ondeugend weer, een lekkere meezinger. Geef mij er twee. Ja, en naast je eigen singles heb je ook nog een Jetty Paletti presenteert. Het dubbelalbum, dat is een album wat ik zelf heb samengesteld. Allemaal leuke Engelstalige, Nederlandstalige nummers erop. Alles ook door elkaar gemixt, zodat het een één groot feestalbum is. En hoeveel van dit soort albums kunnen wij verwachten van jou? Ja, daar ga ik inderdaad wel mee door. Omdat deze verzamelaar natuurlijk ontzettend leuk is en heel goed ontvangen is. Ja, daar ga ik er toch nog eentje meer van maken. En misschien volgend jaar nog wel eentje, nog eentje meer. Ik weet het niet, ik wacht af. Ik ben ontzettend druk met een album voor Jetty Paletti bezig. Dus allemaal nieuwe leuke feestnummers te verzinnen. En die komt hopelijk einde van het jaar, zal die uit moeten gaan. Wat vond je er nou van hier in Veenendaal? Ja, ontzettend leuke mensen hier. Echt superleuk. En ik vind het ontzettend top dat ze zoveel organiseren voor de jeugdvoetbalelftallen. Want ik heb begrepen dat hier een heel groot spektakel is voor de voetballerij hier. Nou, dat is alleen maar top. Voetballers, ja, we kunnen niet zonder voetballers in Nederland, hè?